Hallo, deze is toch ook een die we regelmatig tegenkomen, zeker ook bij loopbaancoaching, maar ook in het COVID-traject en ook als ik met volwassenen spreek na themaavond, dus de opleiding rond hoogbegaafdheid voor hun kinderen. Ja, zo een gevoel van vertwijfeling, vroege midlife crisis gevoel van, ja. Is dit het nu? Is dit nu waar alles rond draait? Is dit nu waar ik het grote verschil maak? En je voelt wel dat het niet is wat je van gedroomd hebt dat het is, maar je kunt er eigenlijk, ja, je kunt er de vinger niet op leggen. Je hebt eigenlijk geen goed idee waarom het, waardoor dat komt, dat je dat gevoel hebt. Veel van de vorige kenmerken en tips die ik rondgegeven heb, zijn hier ook aan gelinkt. Snelle denkers, hoogbegaafden, voor de mensen die zich hoogbegaafd willen slash durven noemen, die hebben nog meer nood aan een lange termijn doel, een verschil kunnen maken, maar een wezenlijk verschil. Dus niet gewoon papieren verleggen van links naar rechts en terug, maar echt dingen bezig zijn waarvan je het gevoel hebt, ik heb hier stappen gezet, ik heb hier een verschil gemaakt, niet voor alleen voor mij, maar ook voor mensen rondom mij. En dat is een beetje waarom dat gevoel er is. En dat is ook moeilijk om dat gevoel in eip en wip weg te zetten. Wat is de tip hier? Is vooral, dus daar onrust is weer uw cirkel van betrokkenheid. In uw cirkel van invloed ga je dit scherp zetten door first to why. Door echt een visie en een missie op te bouwen. Uw eigen in de toekomst te projecteren. Nadenken over uw rol en nadenken over wie je eigenlijk wil zijn. Wat eigenlijk uw fundament is waarvoor dat je wil gaan. Als je die why vindt en een visie en een missie schrijft, dan ga je veel scherper en een veel meer lange termijn doel hebben, waardoor dat je voelt wat ik vandaag aan het doen ben, is een stap die dat verschil kan maken. Wat ik vandaag aan het doen ben, is een stap die zal, waardoor dat ik zal kunnen realiseren wat eigenlijk mijn droom is, wat mijn passie is, waar ik wil aan herinnerd worden als ik kom te overlijden. Deze is een pittige. De tip is ook niet zo eenvoudig. Ik zal wel nog een keer kijken of dat ik een vereenvoudigde visieoefening kan delen met jullie. Maar dit is eigenlijk de kern van het groepstraject en is voor een stuk ook de kern van loopbaancoaching, maar dan meer gericht naar coaching. Naar de loopbaan bedoel ik. Maar in het groepstraject is dat op 6 maanden bouwen we echt vanaf wat we nu eigenlijk heel veel bezig zijn, beseffen dat je zelf kan kiezen hoe en wat en wanneer en waarom. Dat is het begin. Als je daar niet mee aan de slag gaat, maar dat zijn de tips die ik nu ook elke keer geef, ja, dan geraken we niet verder. Maar dan gaan we stap voor stap dieper en dieper in de ziel graven, in jouw verleden. We hebben allerlei technieken waarmee dat we altijd maar scherper en scherper proberen te krijgen. Wat eigenlijk echt uw passie is, wat eigenlijk echt uw droom is. En dat hoeft nog niet, allez, dat hoeft nog niet vast te staan. Is ook een van de vorige tips. We hebben direct de neiging om dan een volledig afgewerkt visie- en missietekst te hebben met een ultieme droom die al heel scherp is. Nee, het is hetzelfde als de vorige tip die ik gegeven heb. Je begint eraan te schaven en te bouwen. En wat je vooral moet doen, is elke dag dat testen. Elke dag over nadenken van, oh, met wat ik vandaag gedaan heb, had ik dat gevoel wel, had ik dat gevoel niet? Voelde ik mij eigenlijk, wow, energie krijgen met wat ik bezig was? En je gaat die visie, die missie en die doelen altijd maar scherper en scherper kunnen krijgen. Die why gaat ook altijd maar scherper worden. Maar over een tijdspanne van x aantal maanden slash jaren. Mijn eerste visie en missietekst, tussen mijn eerste en diegene die ik nu al een paar jaar kan hergebruiken, omdat die nog altijd eigenlijk scherp kop-op is voor mij. Ja, er zijn denk ik 10, 12 versies tussen geweest. En eigenlijk, hoe scherper het wordt, hoe korter de tekst is geworden. Dus, start ook hier weer klein, maar begin toch met een keer na te denken van, ja, wie je echt wil zijn, wat zijn eigenlijk uw rollen, wat vind je belangrijk, en steek je genoeg tijd in de belangrijke dingen. En begin op basis daarvan uw visie en uw missie een keer te schrijven. Veel succes! Je mag vragen stellen. Eén vraag die je nu niet kan stellen, Rudy, wat zou mijn visie en missie kunnen zijn? Dan zou ik zeggen van, ja, dan ga je toch voor het iets pittiger traject moeten gaan. Maar experimenteer er al een keer mee, googelt misschien wel rond.
rond teksten met wat uitleg rond visie en missie. En maak dan een keer een draft en volg dan een keer een paar weken of dat je dan echt met die dingen bezig bent, dat je ja, jouw gut feeling zegt dat ze belangrijk zijn. Als dat nooit het geval is en je altijd eigenlijk maar ja, andere dingen bezig bent, dan is het logisch dat dat gevoel van onrust zich voordoet. Veel succes en tot de volgende tip weer. Doei.